Dat is het. Dat was ons oefenhok van Camping Zeeburg. En de beheerder van de camping was bassist van Drukker. Toen ik thuis kwam was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. We repeteerden allebei op Camping Zeeburg. Dus zodoende kwamen wij daar in contact met de andere bandjes die er speelden. En Drukker was toen een band met een gigantisch repertoire. Dat je gewoon 50 jaar huwelijk. Begrafenis deed ze volgens mij niet, maar al het andere wel. En ondertussen ook een beetje activistisch. Ja, nee, linkse rakkers. De Grote Keizer hebben we gespeeld. Vondelstraat. Ja, diverse krakersactie. Het Dolf Plantijn en trouwens die hele club van zeg maar Camping Zeeburg. Dat waren allemaal anarchisten, zeer recalcitrant. Nico van Apeldoorn, daar kreeg ik toen ik in Italië op een landbouwcommune verbleef, kreeg ik daar een pak teksten van. En daar ben ik toen liedjes onder muziek onder gaan zetten. Gasper zei meteen van ja, maar Nico, dit is een smartlab. Soms maken we ook grapjes. En die smartlab was van, nou, dat kunnen we ook. En de jongens van Voor Mekaar, die zeiden van, dat moet jullie gaan spelen, dat nummer. Want jij met je Amsterdamse accent, en dat is helemaal gek huis. Nou. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen, loop door. En toen hebben we het opgenomen. En toen zei ik, ja, terug van Troje, er stapt geen hond. Nee, de gewone man die het stapt er niet. Als je loog tegen mij hoort dat het iets met de Griekse mythologie te maken heeft. Ze versimpelden het iets te veel. Sommige leuke dingetjes die waren gewoon een beetje lastig voor hen of zo, ik weet het niet. Harry die overdrijft gewoon een beetje, smiert op zijn Amsterdams. Toen ik thuis kwam. Was er geen brood meer in de kast? En je zei: ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Nou, Hazes kwam binnenlopen. Die zat ook bij Bovema. En die zei: je hebt een jongen. Ja, ik. Ik, meneer. Nou, dat klinkt wel goed. Dat heeft wel iets voor mij geweest. Als deze plaat goed zou verkopen, die zou denken van nou, we kunnen wel een singeltje proberen. Hadden we ook dat nummer niet gekozen. Voor ons was het een grap op de plaat. Oh, je bent nu jezelf, die is je belast van verdriet. En je zegt dat je toch van me houdt. Je zegt je bent toch nog mijn vrouw. Maar je liet me mooi staan in de kou. Ik werkte in Amsterdam-Noord in het buurthuis. En ik was bejaarde kerstdiner aan het houden. En toen werd ik ineens gebeld, ja. Door Spits. Je staat één. Nou ja, het is op hun manier in ieder geval heel succesvol geworden. Dus ze hebben toch wel wat goed gedaan, denk ik. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, haast slap jij op de bank. Wij behoorden natuurlijk ineens tot de bekende groep. Je vriend uit je kamer gezet. En ik weet niet of dat altijd zo gewaardeerd werd. Als dat het eigenlijk had moeten gewaardeerd worden, want wij hadden uiteindelijk toch een heel. We kijken maar heen naar jullie, hè? Revolutionair liedje. Wat eigenlijk ging over Odysseus die terugkwam uit Troje. Want daarom heet het ook oorspronkelijk Terug van Troje. Ja, dat hebben wij toch bekendgemaakt. En dat het een nummer 1 hit werd, ja. Toeval bestaat, chaos bestaat, dingen gebeuren soms. Het had ook gewoon de vergetelheid in kunnen gaan. Ah, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Ah, dat zal ik je vertellen. Casper Peterson, de componist, had als hobby bier brouwen. En toen wij dus die hit scoorden,
kreeg hij dus ineens Wiebe Semra centjes binnen. En toen kon hij dus het badhuis huren hier. En toen is hij daar Brouwerij het Ei begonnen. Met geld van je loog tegen mij. Wij speelden vroeger met door elkaar ook best vaak in België. En daar had je toen al die heerlijke biertjes al. En toen had je hier Pils en Oud Bruin. Dat was het zo'n beetje. En toen dacht ik van nou, dat zou hier ook moeten kunnen. En die tophit die leverde wel behoorlijk wat geld op. Toen zijn we dit kunnen beginnen. Waarbij hier bij Molen de Victor, jongens, het is toch een gekkenhuis. Het is nu een van de grootste brouwerijen van Amsterdam. Met de lekkerste biertjes van Amsterdam. Daar kan Heineken en Amstel niet aan tippen.